Leuk dat jullie zo met zoveel komen luisteren naar mijn verhaaltje. Ik zat te beseffen dat mijn verhaal eigenlijk gewoon een soort van een avontuur, een jongensverhaal is over een vliegtuigje in dit vliegtuigje door Europa. Maar wat is dan de link met permanent beta? Hè? Want er gebeuren hier allemaal speciale dingen vandaag die wat mij betreft iets te maken hebben met een nieuwe tijd. Dus ik hoop dat ik ook een beetje een link kan leggen tussen alle andere leuke dingen die hier vandaag gebeuren en een verhaal wat misschien gewoon een jongensdroom is geweest voor mij. En die link die kan je misschien zoeken in het feit dat ik actief onderweg bezig ben geweest met culturen die ik allemaal gezien heb. Hey. Hallo. Welkom. Hallo. Maar bijvoorbeeld ook dat ik jullie wil uitleggen over hoe het werkt als je door Europa heen vliegt qua organisatie. Hè. Het heeft te maken met hoe Europa is ingericht. Dat zijn organisatievormen. Ik denk dat we allemaal worstelen met het thema van hoe organiseer je iets kleins of iets groots. Hè. Hoe laat je dingen gebeuren. Waarbij dingen als betrouwbaarheid en voorspelbaarheid en innovatie in plek krijgen. En het gaat ook over mijzelf. Hè, over hoe ontdek ik nieuwe dingen. Al die drie onderwerpen hoop ik de revue te laten passeren. Om even een beeld te geven van de tocht die ik gemaakt heb. Dit was wat ik gewoon met de muis op Google Maps heb getekend. Het is niet een GPS track of zo. Het trillen kon je misschien meer door mijn hand dan doordat ik een beetje gezicht zag heb. Maar in essentie had ik van de zomer 9 weken vrijgemaakt in mijn agenda om op reis te kunnen gaan. Wetende dat er in Europa een paar leuke dingen te gebeuren waren. Een ervan waren de midzomernachtfeesten hier in Letland. Ik heb als hobby ook fotografie en ik had een perskaart geregeld voor het Montreux Jazz Festival aan het meer van Genève in Zwitserland. Dus ik mocht 2 weken lang daar vooraan staan met mijn tweede lens om mooie foto's te maken. Er was een vliegfestival in Oekraïne. Oekraïne is enorm groot en net over de grens bij Turkije was het eerste festival voor vliegtuigjes en eigenlijk ook motoren. Er komen ook wat foto's van voorbij. En ik wilde de Zwarte Zee nog steeds een keer zien. Ik had een conferentie die ik bij kon wonen in Stockholm. En iets als de Noordkaap staat op het verlanglijstje van vele piloten. Dus we gaan gewoon chronologisch die reis door en tussendoor vertel ik hoe het werkt met vliegen. Dit zijn onderwerpen die de revue zullen passeren. Ga je vanzelf merken, want dat komt er gewoon tussendoor. Ik heb dit verhaal een paar keer verteld, maar duurt het langer dan een uur en we hebben eigenlijk maar 3 keer staan, dus ik denk dat ik af en toe wat afkap. Maar als jullie iets heel graag willen weten, moet je het gewoon vragen, dan ben ik flexibel. Daar komt ie. Ik heb nog 4 jaar met sabbatical. Ja. Oké, okay, iets meer introductie van mijzelf. Ik ben de oprichter van het computerbedrijf No Worries, destijds in Nieuwegein, nu in Houten. Een netwerk- en systeembeheerbedrijf. Van nature ben ik een pionier. En 4 jaar geleden ontdekte ik dat het bedrijf draaide zonder dat ik daar veel omkijken naar had. Ik was op reis geweest, want ik hou ook heel erg van reizen. En ik kwam terug en er waren geen problemen om op te lossen. Dus ik dacht, mooi. No worries. Ze hebben me niet gemist. No worries. Ik kan wegblijven. En dat kwam onder andere omdat ik een manager sales had die zo goed mij waarnam dat ik hem tot directeur benoemd heb. Om ook niet voor zijn voeten te lopen. Ben ik dus een stap opzij gaan zetten. En ik dacht van dan ga ik een ander bedrijf oprichten, een leuk bedrijf. Eerst een paar maanden een beetje uitrusten en mensen ontmoeten. Maar na een jaar had ik nog steeds geen idee voor een nieuw ander bedrijf. En je hebt wel een doel nodig in je leven. Dus dat was voor mij een duwtje om dan dit vliegtuig te kopen. Van nature koop ik nooit dure dingen. Maar hier dacht ik van weet je wat, laat ik ze vliegtuig kopen. En dat is zo leuk dat ik nog steeds rondjes aan het vliegen heb. En nog steeds geen nieuw bedrijf gevonden. Maar als je het leuk vindt, voor een nieuw bedrijf. Ja, beantwoord je vraag? Ja, ongeveer. Een van mijn redenen om hierheen te gaan was vooral van hé, je hebt al 4 jaar een sabbatical. En kennelijk krijg je het voor elkaar om dan niet te werken en toch de hele tijd leuke dingen te doen. Ja, en het leuke is dat als je leuke dingen doet, dan komen er meer leuke dingen bij. Ja, ongetwijfeld, maar die kost allemaal geld. Dus ik ben benieuwd hoe je dat dan financiert. En praktisch gezien ben ik nog steeds grotendeels eigenaar van het bedrijf. Dus als daar winst uit komt, is het voor mij. En heb ik flink gespaard in de tijd dat ik alleen maar werkte en nooit tijd had om het uit te geven. Dus ik heb een zekere buffer die nog. Maar van nature doe ik dingen ook heel goedkoop, dat merk je wel met het vliegen. Hi.
Oké, mijn eerste landing na een dag hard vliegen was in een soort van Alice in Wonderland situatie. Op een eilandje in Zweden, het eiland Gotland, met als hoofdstad Visby. En daar had ik op de kaart ontdekt dat er een klein vliegveldje was. Toen ik daar geland was, een taxi. Toen was de taxibaan niet voorzien van die blauwe lichtjes die jullie vast wel kennen, maar van bloempotten. Dus dat was echt een cadeautje. De eerste dag, het is hard vliegen hoor. Ik was 6-7 uur onderweg met tussenlandingen, tanken en het weer en voorbereiden. Als je dan dit meemaakt, dan zo om 8 uur 's avonds, dan ben je verrast. Waar is dit? Dit is op het Zweedse eiland Gotland. Ik kan het wel even terug laten zien hier. In het eilandje. Maar de verrassing werd groter, want de schuifdeuren van de hangar gingen open. Dit is dus mijn vliegtuigje. En de meneer die met zijn handheld mij naar binnen zat te loodsen, die zei, dan zet je vliegtuig maar binnen. En daar zag ik dus die 3 straaljagers staan. Oh, ik mocht gewoon naar de straaljagers. Ja, precies. Ja, het is een soort museumpje. Het was een voormalige militaire basis. Hier links waren stapelbedden en die man had al door de e-mail gezegd van daar mag je slapen. Maar nog mooier was dat ik dus echt wel uitgeput uit het vliegtuigje klom. En dat hij zei van je zal wel honger hebben. Hier zijn mijn autosleutels. Je kan zo naar het dorp rijden en dan kan je nog pizza eten voor het restaurant. De mate van vertrouwen was daar. Het is een community. Nou, een paar dagen later ben ik doorgevlogen naar die midzomernachtfeesten in Letland. Ik was daar al jarenlang voor uitgenodigd, maar elke keer kwam het er niet van om op die 20ste of 21ste juni daar te zijn. En ook nu had ik me eigenlijk voorgenomen om naar Barcelona te gaan, maar die mensen die ik ken, die waren een beetje boos van, kom je hier niet? Dus dan ben ik maar de andere kant op gaan vliegen. En dit is een mooie manier om Scandinavië te ervaren. Scandinavië staat bekend om de ruimte. Hè? En de lange winters en de lange nachten in de zomer. En dat creëert een cultuur. En die cultuur zie je onder andere in deze midzomernachtfeesten, waarin gezongen wordt en waarin mensen kleden dag dragen. Ja, een hele mooie sfeer. Het was in de middel van nowhere, van 40 kilometer fietsen van het vliegveldje dat geland was. Op een gehuurde fiets. Maar ja, daar was ik nog boos over dat ik niet duurzaam gevlogen had. Dus toen heb ik een fiets gehuurd. Om het een beetje te compenseren. En als je dan weer wegvliegt daar, dan kom je bijvoorbeeld over dit paleis in Letland. Een paleis waar ik een paar jaar eerder ook op de grond geweest ben. Het is ongelooflijk dat ze zulke schoonheid bouwen daar in landen, in de Baltische landen. Waar wij in het Westen best wel weinig van weten volgens mij. Wie van jullie is wel eens in die Baltische landen geweest? Ja, dat valt mij terug. Ja, het is ongekend wat voor rijke historie die hebben. Misschien ook nog wel van de tijd dat de tsaren veel invloed hadden. Maar het is mooi om te zien hoe die landen een eigen cultuurtje noemen. Estland is voor mij ook extra belangrijk omdat ik de mensen daar heb ontmoet al 7 jaar geleden van de Clean Up World Day. Dat heette eerst Let's Do It Estonia. En de pioniers daarvan, die ken ik. Dus ik ken die verhalen al heel lang en dat het succes dan hier in Nederland ook een succes wordt. Dat is voor mij extra leuk om te zien. Goed, hoe werkt dat met vliegen? Het spannende van vliegen is dat er in de lucht meerdere dingen zijn. Zoals in dit voorbeeld luchtballonnen, commerciële vliegtuigen en zweefvliegtuigen. Met elk hun eigen eigenschappen. Een commercieel vliegtuig wil graag op tijd van A naar B vliegen. In alle weersomstandigheden en zo snel mogelijk. En waarschijnlijk ook wel goedkoop. Een zweefvliegtuig dat is voor ontspanning en die heeft thermiek nodig. En daar is hij echt van afhankelijk. Die heeft dus ook geen motor. Als die thermiek wegvalt, moet hij misschien wel in een weiland landen. En een luchtballon die kan eigenlijk alleen maar omhoog en omlaag en daarmee een heel klein beetje sturen, maar in feite gaat het niet heen waar de wind heen gaat. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog militairen, die willen oefenen heel veel en af en toe is de oorlog, dan willen ze schieten en zo. Je hebt mij met mijn propellervliegtuigje, je hebt modelvliegtuigen, je hebt zoals gisteren van die heliumluchtballonnen die dan iets raars doen. Er is altijd wel wat aan de hand in het luchtruim, in de vliegerij. En de kunst is om dat gecoördineerd te houden, om dat een beetje goed georganiseerd te houden. Met al die belangen die dus eigenlijk vaak strijden. En daarvoor zijn luchtruimindelingen en luchtruimregels. Daar ga ik straks meer over vertellen. Even een paar mooie foto's gewoon voor de plaatjes van het Montreux Jazz Festival. Dit is Bobby McFerrin van het liedje van Don't Hurry Be Happy. Omdat mijn bedrijf No Worries heet, heb ik een speciale band met dat liedje en dus ook met deze. Muzikant. En het was een eer dat ik zelf van mij een foto heb gemaakt. Een Duitse band. En wat voor mij ook heel bijzonder was, is dat ik eigenlijk door het missen van de laatste trein terecht kwam. Een soort van backstage waar de sessies gehouden worden.
Dus de muzikanten die overdag hun normale programma's afdraaien, waar vaak zijn, vaak heel Europa mee toeren, die doen s'avonds hun eigen ding, namelijk een beetje erop los jammen. En het publiek komt dan ook gewoon vaak vanuit zijn stoeltje meezingen of mee musiceren. En ik had de gelegenheid om dat van heel dichtbij te fotograferen. Wat ik van deze foto dan heel mooi vind, is dat je ziet dat die muzikanten met elkaar interacteren, in plaats van dat ze een riedeltje strak afspelen. Dus dit is echt veel levendiger. Maar je moet wel even zorgen dat je achter de schermen terugkomt. Hier nog Quincy Jones en Katie Mellor, die grote gasten. Oké. Mijn type vliegen, er waren dus diverse soorten vliegen. En de belangrijkste scheiding is het verschil tussen VFR, dat staat hierboven, en IFR. VFR staat voor Visual Flight Rules en IFR voor Instrument Flight Rules. En er zijn twee werelden van verschillen. Bij visueel gaat het erom dat ik kan kijken als ik vlieg, dat ik naar buiten kan kijken. In dit voorbeeld vlieg ik over de Alpen en is het essentieel dat ik zie waar de bergen zijn en dat ik er niet tegenaan vlieg. Dat klinkt heel flauw, maar dat is echt de basisregel van visueel vliegen. Wie van jullie vliegt hier trouwens? Zijn er mensen met een vliegtuig? Mooi, nou dan heb ik veel tijd. Ik wil wat zeggen. Ja, jullie wel. en IFR, dan kijk je primair op je instrumenten. Ik heb daar straks wat foto's van. En dan hoef je dus in feite helemaal niet naar buiten te kijken. Dat is handig in slecht weer of in donker, want dan is er ook niet veel te zien buiten. Omgekeerd, ik mag niet met slecht weer vliegen en in principe ook niet in het donker. Een tweede ding wat essentieel verschil is, is dat in een VFR vliegtuig ben ik de baas als piloot. Vergelijk het een beetje met een kapitein op zee. Als ik iets wil doen, zoals een rondje draaien, hoger of lager, dan moet ik primair zelf beslissen of ik dat doe. Zelfs als ik ga landen op een vliegveld of opstijgen, ben ik degene die beslist of dat kan, hè, of de landingsbaan vrij is. En bij IFR is dat juist extreem verboden. Bij IFR mag je als piloot helemaal niks, tenzij de verkeersleiding jou dat laat doen, jou daar opdracht toe geeft of toestemming. Dan begrijp je ook wel dat als IFR-vliegtuigen, VFR-vliegtuigen in hetzelfde gebiedje vliegen, dat tot verrassingen kan leiden. Want die verkeersleider die kan wel tegen twee IFR-vliegtuigen zeggen van blijf uit elkaars buurt. Maar hij kan het niet tegen mij zeggen en wel tegen die grote. Dus dan heeft hij geen controle over zijn luchtruim. En dat wordt opgelost door het luchtruim te classificeren. Met name de hoge lagen zijn voor de IFR-vliegtuigen en de lagere voor de vrijere VFR. Regels kunnen we daar ook meer opgelukken, visuele ruimte? Dat is een ingewikkelde vraag, want het woord meer vind ik een beetje filosofisch lastig. Oh, ja. Meer per kilometer, meer per vliegtuig, meer doden, meer... Wat wil je precies weten? Dan is het antwoord nee. Ik denk dat het vooral komt omdat er niet veel meer kleine vliegtuigjes zijn en al helemaal niet meer passagiers. Dus een groot vliegtuig heeft snel een paar honderd passagiers. Als er dan een ongeluk gebeurt, is het een heel ernstig. Er gebeuren wel heel veel incidentjes, maar die zijn dan heel vaak niet dodelijk. Of misschien één dode, want dat vinden we niet zo erg. Als je door de lucht vliegt op de VFR manier, dan is dit wat je mee kan maken. Dit is dus vanuit mijn eigen vliegtuigje. Ik heb veel ruimte om te kijken, een groot raam en maar een paar instrumenten vergeleken met die grote vliegtuigen. En wat het leukste is van deze foto is dat je heel duidelijk het weer kunt zien. Dat je de grond ziet, spreekt haast voor zich. We zitten relatief laag. In dit voorbeeld op 3.500 voet, dat is ongeveer een kilometer. Maar je ziet hier ook de buien hangen. En dat vind ik zo fascinerend van vliegen. Er hangt hier een bui, een sneeuwbuis, denk ik, en hier ook. En ik als piloot zie dat als beste. Hè. Verkeersleiders op een radarschermpje zien dat allemaal niet. Dus ik kies er dan voor om een beetje hoger of lager te gaan, of een beetje naar links en naar rechts, om die buien te vermijden. Maar dat maakt het natuurlijk niet uit. Tijdens het vliegen heb ik wel wat instrumenten beschikbaar, die heten de Big Six. En die zijn eigenlijk in alle vliegtuigen op deze manier geordend voor je snuffer, voor je neus. Op het moment dat je instrumenten nodig hebt, dus eigenlijk pas in de uitzondering, dan moet je erop kunnen vertrouwen dat deze voor je staan in de volgorde. Dus ik ben helemaal gedrild ondertussen dat ik precies weet waar ik moet kijken voor belangrijke info. En de meeste van die meters zijn niet eens super belangrijk meer. Maar deze snelheidsmeter is erg belangrijk. Die staat nu op 90 knopen. En met die kleurtjes erbij kan je ook zien of je het goed doet. Als je meer dan groen in het geel doet, dan ga je eigenlijk te hard. Rood mag niet, dan trilt het vliegtuig uit elkaar. Zo werkt het allemaal natuurkunde.
bij dat witte randje mag ik de flaps uitdoen. En als hij hieronder komt, dan krijg je het risico van een zogenaamde stol. Een vliegtuig vliegt omdat het de snelheid heeft ten opzichte van de lucht. Als die snelheid te laag is, dan valt het letterlijk uit de lucht. En dan is er geen draagkracht meer op de vleugels. En deze meter heb ik keihard nodig, omdat ik de kosten wat kost moet voorkomen dat die snelheid zakt onder dat plekje daar. Met name in de buurt van landen, dan wil je je snelheid kwijt. Moet je dat goed in de gaten houden. Dus die kijk ik heel vaak. Deze is ook een beetje flauw. Normaal gesproken kijk je naar buiten om te zien of je niks raakt. Maar als het weer wat slechter is, dan hou je die meter in de gaten om te zien of je niet per ongeluk tegen de bergen aanvliegt of tegen de grond. In Nederland is het makkelijk, hè? 0 voet is altijd de grond, want het is vlak land op zeeniveau. Maar in heel veel andere landen moet je echt op de kaart kijken om te weten waar de grond is. En als je dat dan buiten niet zou zien, dan kan je het hier zien. Daarnaast heb je die meter vaak nodig omdat je te maken hebt met die luchtruimindelingen. En dan moet je weten dat je bijvoorbeeld niet hoger mag dan bij een buurt van Schiphol van 1500 voet. Want daar zitten die grote Boeings. En het is voor mij verboden terrein naar boven. Een kompas is wat mij betreft ouderwets. Die waren vroeger belangrijk als je de Atlantische Oceaan overstak. Dan moest je zorgen dat die koers heel continu bleef. In het schip had je dat denk ik vroeger ook. Tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk GPS hier ook. Dus ik kijk hier al niet zo vaak meer. En dit zijn kunstmatige horizons. Als ik buiten geen horizon zie, kan ik hier kijken of het vliegtuig recht blijft. Je snapt ook dat als het vliegtuig schuin gaat, dat hij zijn lift verliest of zelfs op zijn kop kan vallen. En dat is kwalijk. Dit geeft aan hoe snel je stijgt of daalt. En als deze, dit staat nu een klein beetje omhoog, geloof ik. Dat is een soort voorspelling van wat daar gaat gebeuren. Als hier 500 voet per minuut staat, dan weet je dat daar een minuut later die 2 op de 7 staat. Daar kan je hoofdrekensommetjes mee maken. Met name als je gaat dalen, je zit hoog en je wil landen, dan kan je uitrekenen hoe lang van tevoren je moet gaan zakken. En dan zet je die meter door beneden te sturen op 500 voet per minuut of op 1000. Dan weet je ongeveer dat je op tijd beneden zit. Een IFR-vliegtuig ziet er zo uit. Het is veel meer metertjes, knopjes en computers. Het vliegtuig staat op de grond, dus het is dat is de reden waarom die raampjes bedekt zijn. Maar in feite zie je ook dat het echt kleine raampjes zijn. Je hebt ook wel minder hard nodig om buiten te kijken, alleen bij het landen kijk je. Dit is het genomen op het vliegfestival in Oekraïne waar ik heen gegaan was. Waarvan ik al doorschreef dat het ook een motorfestival was. Er kwamen Russen op motoren uit Siberië aangereden uit Azerbeidzjan. En er was ook al een maf verschil weer in culturen, want die motoren hadden allemaal tattoos en heavy metal. En ruig. En die piloten waren voornamelijk kwamen die uit Europa en die waren een stuk keuriger. Maar het was wel een leuke kans om die twee werelden bij elkaar te krijgen. Oekraïne is een mafland, er is nog corruptie aan de hand. Maar wat ik het allerraarste vind is dat zag ik op de kaart dat het een paar minuten over de grens is van Slowakije en daarmee van de Europese Unie. En het is voor mij echt drie minuten vliegen om daar te landen. Heus wel wat gedoe met stempeltjes en douanes. Maar dan ben je welkom. Maar als een Oekraïner of een Rus of al die mensen die niet in de EG wonen Europa binnen willen, zijn ze maanden bezig met papierwerk en bewijzen van inkomsten. Echt een wereld van verschil over. Als het gaat over gelijkwaardigheid van mensen, dan is dit gewoon krom. Ik couchsurfte bij mijn meisje hier in Uzgorod. Kennen jullie couchsurfing? Mm-hmm. Ja, dacht ik. Couchsurfing. Waardoor ik weer heel veel insight kon leren over het leven. En ook over haar wens om naar Europa te komen. We hadden daar een warm onthaal in een van de warmwaterbronnen. Oké, de luchtruimindeling is primair per land georganiseerd. Volgens mij hebben jullie gelezen nu dat Syrië en Turkije een probleem hebben met elkaar. Dus er was een vliegtuig wat vanuit Moskou volgens mij naar Syrië wou vlogen, komt dus over Turkije en de Turken zeiden, die halen we even naar beneden met de straaljagers voor inspectie. En een paar dagen later zegt Syrië van de Turkse vliegtuigen mogen niet meer in ons luchtruim. Dus al die landen die zijn de baas over een stukje luchtruim boven hen. En normaal gesproken is iedereen welkom om er doorheen te vliegen. Krijg je een frequentie van de verkeersleider in dat gebied, kan je, ik zeg het grappig, een praatje mee maken. Maar in essentie meld je wat je intenties zijn en hij zal terugmelden over iets bijzonders aan de hand. Bijzonder weer of andere vliegtuigen waar je voor uit moet kijken.
En wat ik ook een interessante discussie vind, ga ik nu echt niet op in, is dat dit best wel een rommeltje is. Als je ver wil, dan ben je wel even aan het zoeken naar, je, naar al je voorwaarden, naar de frequenties. Wanneer moet je schakelen van één frequentie naar een ander? Het gebeurt ook zo nu en dan dat boven Nederland een vliegtuig naar beneden gedirigeerd wordt, omdat hij even vergeet contact op te zoeken met de Nederlandse verkeersleidingen. Dat is een paar weken geleden weer gebeurd. Dus er gaan al jaren stemmen op om één Europese European Sky te maken. En dat is helemaal een uitdaging, want dat betekent dat je één computersysteem nodig hebt wat alle vliegtuigen coördineert door het hele luchtvaart. En het liefst ook inclusief die luchtballonnen en modelvliegtuigjes in. Ga er maar eens aan staan om dat gecoördineerd te krijgen. Zie je nu bedrijf? Er zijn al wat initiatieven bezig, al enorm bureaucratisch, dat wil je niet weten, ook met het juridische gebied. Er is bijvoorbeeld het sturen van rekeningen over dat je door die landen heen vliegt, over het feit dat je gebruik maakt van hun diensten. De klassieke manier is dat je uit al die landen een rekening krijgt. Dat is allemaal een envelopje en opsturen en dan internationaal betalen. Er zijn dan meteen ook weer fraudeurs die dan gewoon kijken wie er voorbij vliegt en een rekening stuurt van dat zal wel. Je zal wel betalen, want je weet niet beter. En dan is er een organisatie die zijn best doet om die rekeningen te centraliseren. Om daarmee de bureaucratische druk bij alle luchtvaartmaatschappijen te beperken. Bureaucratie en computers en handtekeningen. Die luchtverkeersleiders die zitten in zulke ruimtes. Met allemaal radarschermpjes. Ze kunnen niet eens meer naar buiten kijken waar de vliegtuigen zijn. Ze kijken gewoon op de radarschermpjes. Er zitten enorme databases achter. En ook enorme procedures. Je moet je voorstellen dat zo'n vliegtuig real-time van links naar rechts door de lucht vliegt. En dus zo nu en dan contact zoekt met de verkeersleiders. Maar dat dan zo iemand op een stoeltje even naar de wc moet. Hè? Of dat het einde van de dienst is. Of dat er een emergency is. Hè? Dat ze heel veel aandacht aan één vliegtuig moeten geven. Ga maar eens de procedures uitdokteren om ervoor te zorgen dat dan alle andere dingen ook doorgaan. Hè? Dat je niet een ander ongeluk krijgt omdat hier iemand naar de wc is of hier even wat aandacht nodig is voor je. Die ramp in Zwitserland, ik weet niet of jullie daar, eigenlijk was het boven Duitsland, waarbij twee vliegtuigen, een Russische en een transportvliegtuig, elkaar in de lucht geraakt hebben, 5 jaar geleden of zo. Was gebeurd omdat er in een nachtdienst weinig verkeer, maar 1 of 2 mensen in zo'n ruimte zaten en de een was op de wc, bij wijze van spreken, en de ander moest 2 dingen tegelijk doen. En dan was het braaf die een aan het doen, een vliegtuig aan het laten landen en had niet in de gaten dat ergens anders 2 vliegtuigen op vlogen. Dus organiseer het maar eens. En dit is dan voor 1 luchtruim, hè, bijvoorbeeld het Nederlandse luchtruim. Als je dat voor heel Europa wil doen, er zijn echt duizenden vliegtuigen tegelijk in uitleg. Hier ga ik niet al te diep op in nu. Dit is een driedimensionale weergave, of echt 2-dimensionale weergave van iets wat 3-dimensionaal is. Het klasse A is dat hoge luchtruim waar ik nooit mag komen. En daaronder zijn allemaal regels over verschillende soorten vliegvelden over of ik er ook niet mag komen en wat ik kan doen. Als ik een internationale vlucht maak of een vlucht naar een groot vliegveld, dan moet ik van tevoren een vluchtplan indienen om die verkeersleiders op de hoogte te stellen van mijn intenties. Zij kunnen zo'n vluchtplan technisch gesproken weigeren. En dat zal bijvoorbeeld gebeuren als ik in het spitsuur naar Schiphol wil en ze hebben al te veel lijnvluchten. Dan kan mijn vliegtuigje er niet tussendoor. Dat past gewoon niet. Er zijn maximumregels voor. Maar in de praktijk vlieg ik nooit naar Schiphol en ook niet in het spitsuur. Dus mijn vluchtplannen zijn eigenlijk altijd geaccepteerd. Behalve als ik een tikfoutje maak, wat ik soms doe. Dit kan ik intikken op internet. Ik heb een inlogcode. Het werkt gelukkig wel in heel Europa. En daar tik ik een aantal dingetjes in. Eigenlijk allemaal uit het tijdperk van toen er nog telexen waren en faxen en weinig ruimte voor uitleg. Dus de route bijvoorbeeld, dat is met allemaal bijna onuitspreekbare codes. Dat zijn puntjes op de kaart. Alles is ook bijna alles in capitals. Hè. Dat is niet goed voor de leesbaarheid, weten we hier allemaal wel. Maar het was ooit beter dat je zo min mogelijk letters gebruikte vanwege de bandbreedte, denk ik. Wat hier staat is dat ik vanuit het vliegveld EERA vlieg naar ESSE. De eerste 2 letters zijn Estland en hier Zweden. En dat is Rapla, een vliegveldje, en dat is een vliegveldje, weet ik niet meer. Ik geef ook aan wat mijn alternatieve vliegveld is. Als ze me hier niet zien landen na 2,5 uur, dan wachten ze nog een half uurtje en daarna gaan ze me zoeken. Dat heet Search and Rescue. Dan gaan ze eerst eens kijken of ik misschien daarna uitgeweken ben. Misschien dat ik gedurende de vlucht verdwaald ben of mijn radiocontact verloren heb. En dan
is de afspraak dat je van tevoren afspreekt dat je ook nog niet voor vliegtuig is. En als ze me dan nog steeds niet vinden, dan gaan ze met een helikopter deze route navliegen. Dit was over de Baltische Zee. En dan kijken ze of ze een wrak zien of zo. Er wordt hier ook aangegeven hoe hoog ik van plan ben te vliegen. En nog allemaal codes. Ook hieronder over bijvoorbeeld of ik een zwemvest bij me heb. Ja. Zo'n route, is dat dan een soort snelweg in de lucht? Ik laat het zo zien. Okay. Er bestaan ook snelwegen in de lucht, maar voor mijn type vliegen heb ik daar weinig mee. Okay. Bij de vluchtvoorbereiding hoort ook dat ik de zogenaamde NOTAMs lees. Dat staat voor Notice to Airmen. En dan moet je dit soort verhalen lezen. Alweer afschuwelijk lelijk om te lezen, hè? Alleen maar hoofdletters, alleen maar codes en afkortingen. En dit is maar een fractie van wat ik voor één vlucht zou moeten lezen. Dit is misschien wel 20 pagina's. Oftewel, dat lees je niet meer. Vind ik alweer zo'n hint. Hè? Als je te veel informatie aan iemand geeft, dan kan je het net zo goed niet geven. Ik heb dit even laten zien omdat dit mijn voorbereiding was van een vlucht van Turkije naar Griekenland. Waarbij de Turken hier waarschuwen dat de Grieken... iets met die grenzen tussen Turkije en Griekenland. Hè. Die eilandjes daar, die zijn strategisch van de kant. Grieken en Turken vinden allebei dat het van hun is. Het heeft dus ook te maken met die airspace. En hier leggen ze uit dat ook al staat in de Griekse documentatie, zus en zo, het is eigenlijk zo en zo. En ze hebben zelfs legal E3 gewonnen en zo. De grap is natuurlijk dat de Grieken precies hetzelfde over de Turken zeggen. Dus dit is de Griekse pagina, maar het gaat dan in over de Turkse standpunt. Mijn vlucht leidde verder door Roemenië. En ook daar heb je bijzondere paleizen. Dit is een voorbeeld in Iași. Het leuke van mijn reis is dat ik vaak op plekken terecht kwam waarvan ik niet wist dat ze bestonden. En als je in de buurt bent, ga je op de kaart kijken, dan zit het hier. En dat er dan ook weer zo enorm veel cultuur is, dat ik ook ter plekke vaak pas ontdek. Dit grenst aan Moldavië en de invloed tussen Moldavië en Roemenië is weer heel interessant. Waarbij ook weer het voorbeeld is van Roemenië is ondertussen onderdeel van de Europese Unie en Moldavië niet of nog niet. Terwijl er wel heel veel mensen wonen die zich Roemeen voelen. Het is dezelfde taal, dezelfde cultuur. Dat geeft weer rare situaties. Vanuit Moldavië vloog ik door terug naar Roemenië. En terwijl ik net aan het opgestegen was, maakte mijn vliegtuig meer geluid dan ik gewend was. Er floot iets. Hè? Dat heb je ook wel eens als je raampje in het auto half open staat of zo. Dus ik dacht, oh, misschien zit de deur niet goed dicht. Ik wou het zo even open doen en weer dicht. Maar opeens had ik niks meer aan de hand. Geen deur meer. Dus dat was even schrikken. Ik zat boven een weiland in Moldavië. En opeens, je weet niet wat je overkomt. En de eerste 5 seconden denk je, what happened? Ik heb niks in mijn hand. Daarvoor weet ik nog dat het veel zwaarder trok dan ik dacht. Hè. Dus de kracht van die wind, die vliegt 180 km per uur, was sterker dan ik voorspeld had. Dus ik wou hem heel hard dicht trekken. Maar toen is die boven uit de sponding gevlogen. Het is zo'n deur die zo omhoog klapt. Dus ik had opeens geen deur en alles begon binnen te waaien. En ik was bang dat dingen wegboeien. Mijn checklist is weggewaaid. Ik had mijn camera op schoot, dus ik was bang dat die eruit zou vallen. Dat ik ga ook zij gaan leggen. Ik heb toen eerst een kwartier bij zitten komen van de schrik. Het vliegtuig bleek gewoon door te vliegen. Dus dat was wel fijn. En ik heb ook nog snel op de GPS gekeken waar het gebeurd was. En ik dacht van, het is handig om te weten als ik het nog terug moet zoeken. En wat foto's genomen van beneden van de omgeving om het terug te kunnen herkennen. Toen dacht ik, weet je wat, ik vlieg gewoon door naar Roemenië. Want die niet-Europese Unielanden die bevielen mij niet zo. En dan ben ik weer in de Europese Unie en dan ga ik daar problemen op. Ik moest nog een uur vliegen en ik dacht, dan huur ik daar wel een auto, ga ik terug naar het weiland en dan ga ik mijn deur zoeken en dan schroeven we hem erin. Dus dat was mijn plan. Ik had ook terug kunnen keren naar Chisinau, het vliegveld van Moldavië, maar ik schaamde me nog een beetje om het ook vast om te zeggen. En er waren nog wat andere vliegveldjes en ik denk dat het een goede beslissing was om gewoon naar Roemenië te vliegen. Want in sommige landen bestaat er echt heel veel papierwerk. Dat heb ik later nog een keer meegemaakt. Lang verhaal kort. Het huren van een auto was geen goed idee. Het leek ook wel 5 uur te rijden te zijn om bij dat weiland te komen, inclusief grenscontrole.
wat ik in een uur gevlogen had. En dan de kans dat je je deur helemaal niet vindt. En er bleken mensen te zijn die zeiden, we maken wel even een nieuwe deur voor. Nou, dat even duurde 2 dagen, want het moest natuurlijk precies passen. Met een kartonnen doos en een stift hebben ze zo het randje gemeten van hoe groot die moest worden. De doos was te klein, dus ze hadden 2 stukken doos met duct tape geplakt. En toen hebben ze 1,5 dag geknutseld in een fabriekje. En toen paste die niet, dus moest ik bij. Ik heb 2 dagen met die mensen thuis gelogeerd en natuurlijk weer de tijd van mijn leven gehad. Omdat ik op die manier in de Roemeense cultuur terecht kwam. En die mensen die het gemaakt hadden voor mij, die waren zelf vliegtuigbouwers. Maar heb je dan moed op het vliegveld of zo? Op het vliegveld zei ik, ik heb een probleempje nadat ik geland was. Ik heb geen deur meer. En toen gingen ze me eerst helpen met zo'n huurauto en concludeerden ze dat het niet zou gaan werken. Zeiden ze, maar we kennen ook wel iemand die bouwt vliegtuig, zullen we die bellen? Die hebben ze gebeld en die kwamen 1,5 uur later met de auto. En die zei, en het eerste wat ze vroeg is, waar is je deur dan? Want blijkbaar hadden ze doorgebeld van de deur moet vastgeschroefd worden, zonder erbij te stellen dat de deur ook weg was. ja, ik heb daar echt een goede vriendschap aan overgehouden. Een van de eigenaar van dat bedrijfje, die werkt ook vaak in Noorwegen. Die moet dan overstappen op Schiphol. Dus een paar weken terug had hij 5 uur overstaptijd. Dan heb ik hem heel stuk in Nederland laten zien. Dat is weer een leuke manier om je netwerk uit te breiden. Hier zie je ze klussen aan het. En heb je nog wat gehoord van de deur die gevallen was? Nee, nee. Misschien heeft het wel iets op iemand geraakt. Ja, dan weet ik 100% zeker dat dat niet zo is. Okay. Ik heb gezien waar het gebeurd was in een weiland. En niemand onder me. Ik was wel bang dat hij gevonden wordt en dat ik dan ook in het probleem kom. Ja. Maar die mensen daar zeiden, oh nee, zo'n boer die vindt dat hij maakt er een kippenhok van. Ik dacht dat uit de caravan komt. Er is wel toevallig ook deze zomer een deur gevonden in een bos in Duitsland. En dat bleek ook uit het vliegtuig gevallen te zijn. En dan konden ze op basis van het serienummer ontdekken welk vliegtuig het was. En dat was een Zwitserse piloot die het niet gemeld had en op zijn flikker kreeg dat hij geen incident report heeft gedaan. Aardig van de vliegerij is dat als er iets bijna misgaat, word je geacht te melden. En dan komt er in een grote database, wordt onderzocht. En de hele community die moet daar dan van leren. Dus we willen niet drie keer dezelfde bijna fout maken. Dus er zijn echt al strenge regels over het melden van een bijna ongeluk. En dit is zo'n twijfelgeval. Waar ik ook een beetje over twijfel is dat ik het in het begin ook niet op Facebook durfde te zetten. Terwijl ik het nu gewoon vertel in een presentatie als deze. Ik weet niet of ik nog eens autoriteit heb. Ik merk het wel. Wat zeg je? Ik ben je hond aan het uitlaten, krijg je hier de deur op je kop. Ja, nou, in Nederland is Moldavië. Nou, ik zou hem ook kunnen. Toen ik daar gelogeerd had in Roemenië 2 weken, kreeg ik ook horen dat de delta, waar de Donau in de Zwarte Zee komt, leuk is om overheen te vliegen. Daar kwam ik deze pelikanen tegen. De grap is dat mijn vliegtuig type pelikaan is. Dus het was leuk om vanuit de pelikaan in echte pelikanen te vliegen. Te fotograferen. En wat ook leuk was, is dat die Roemenen mij op Google Maps hadden laten zien een stukje grond waar je wel kan landen met je vliegtuig zonder dat het vliegveld is. Dat was voor mij ook super spannend, want meestal land je op vliegvelden waarvan je min of meer zeker weet dat het gras weggehaald is of het asfalt. Maar dat er iemand is om je te helpen. Er zijn zelfs procedures en brandweerauto's, dat soort dingen. Dus als je in de middle of nowhere landt, dan heb je dat allemaal niet. Maar blijkbaar vinden de Roemenen dat leuk en ik wou het ook een keer proberen. En dit was mijn kant. Maar dat mag allemaal maar zo? Je mag gewoon overal je vliegtuig... Grijs gebied. Maar er is een community van Roemenen die met elkaar GPS-codes uitwisselen van piloten. Van nou, hier is het gelukt en goed gegaan en het is vlak. Dus als je dat googelt, schijn je dat wel te kunnen vinden. En die mensen onderling die doen dat. In Nederland is het geen optie, maar in heel veel landen wordt vliegen ook gebruikt in de landbouw, hè, voor besproeien. En er zijn veel boeren die dus een eigen vliegtuig gewoon naast hun boerderij hebben staan. En voor dat soort situaties zijn heel veel regels weg. Ook voor luchtballonnen, voor zweefvliegtuigen en voor helikopters is het gedoe rond vliegtuigen wat minder. Die mogen ook veel meer dan ik. Dus vandaar dat het grijze gebied wordt. In Boekarest staat dit enorme gebouw. Kent iemand hier dat? Ja, klopt. Ceausescu heeft dit neergezet vlak voordat hij afgezet werd. En daar sprak men ook schande van dat hij zo'n groot paleis wilde hebben. Het paleis heet het House of the People of zo. Dus in communistisch oogpunt was het niet voor hemzelf, maar juist voor het hele volk. Hè. Ik heb er ook een luchtfoto van. En je ziet hier dat het een enorm gebouw is in een wijk van Boekarest, van Roemenië.
Wat ik leuk vind om te vertellen is dat jullie misschien ook al gehoord hebben van de zwerfhondenproblematiek in Roemenië. Nee? Ja? Er zijn te veel zwerfhonden daar, hè? Dat is een probleem met hondsdolheid en met hygiëne en met dat soort zaken. Die moet je dan afmaken, vinden we, maar dat vinden de Partij van de Dieren dan weer zielig. Dus ik geloof zelfs dat de Europese Unie er een stokje voor gestoken heeft dat ze daar gewoon aan die honden gingen doodschieten. En dat er weer zoveel miljoen Europees geld heen gegaan is om die honden onvruchtbaar te maken. Want dan lost het probleem zich op termijn op, is de stelling. Hè? En dat is diervriendelijk. Het zijn leuke discussies, of ingewikkelde discussies. Maar wat ik helemaal leuk vind, is dat dit hele discussie blijkbaar te maken heeft met dit gebouw. De woorden van een Roemeense. Toen Ceausescu besloten had dat hij een paleis had, toen had hij ramp en grond nodig daarvoor. En dit was gewoon een wijk van Boekarest met flats. En met huizen, met allemaal huizen. Dus al die huizen moesten plat gebuldozen worden. En er woonden natuurlijk mensen. En Ceausescu had voor die mensen allemaal van die flatgebouwen gemaakt, zodat ze konden verhuizen naar de flat. Maar die mensen in die mooie huizen, die hadden allemaal honden. En die konden niet mee naar die flat. Dus die mensen zijn verhuisd naar die flatgebouw. Hebben de honden gewoon achtergelaten in dat terrein. En die honden die zijn het met elkaar gaan doen, waardoor er een hondenprobleem is. Dus een leuk voorbeeld van een bijeffect van beslissingen en dan 20 jaar later. Dat zie je volgens mij niet aankomen. Een zonsondergang die ik vanuit de lucht fotografeerde, wat eigenlijk niet mag, want ik mag niet in het donker vliegen. Maar dingen liepen een beetje uit hier en daar. Met name weer vanwege bureaucratie en verloren vluchtplannen. Waardoor ik een kwartier later dan voorgenomen landde op het vliegveld in Griekenland. We moeten eigenlijk kwart twee stoppen, begrijp ik dat? Nou, hoe loopt dit van twee uur? Twee uur? Nee, eigenlijk wel kwart voor twee, want je moet nog wisselen met de volgende spreker. Ja. Je moet even tijd krijgen om alles weer aan te sluiten. Maar de klok loopt niet voor. Dit is een klassieke viervarkhaak. En zo heb ik leren vliegen 12 jaar geleden. Ik heb 12 jaar mijn bevel. Dan moest je naar buiten kijken en daar herken je dingen als een spoorlijn. De snelweg, dit is de A6 naar Almere. De zee herken je natuurlijk in de meren, de eilanden. Die paarse lijntjes hier, dat zijn hoogspanningslijnen. Dat kan je ook goed zien vanuit de lucht. En ik werd geacht om steeds naar buiten te kijken om te denken of ik niet aan het verdwalen was. Dit is zo'n gebied rondom Schiphol met allemaal regels, namelijk dat ik er alleen in mag als ik radiocontact heb en verder op moet wegblijven. Het is knap lastig om hiermee te navigeren, helemaal als je de omgeving niet kent. En als je bedenkt dat ik door de hele Europa reis eigenlijk voor elk gebied zo'n kaart nodig had, dan zou het zo'n stapel kaarten zijn geweest. Dus je doet dat natuurlijk liever met de computer, met de GPS. En ik ga heel snel even een stukje demo geven van de software die ik daarvoor gebruik. En dan beantwoord dan als het goed is ook jouw vraag. Dus dit is die software in het echt. En daar kun je gewoon... Dus hier is een stuk Denemarken. En stel dat ik van dit vliegveld... In Denemarken. Wil vliegen naar Schiphol. Dan kan ik dat gewoon. Ingeven. En dan zien jullie links gebeuren dat daar een soort vluchtplan ontstaat van tijden. Helaas jammer dat ik geen lezer heb. Dus ik loop weer even naar voren. Afstandsbediening zit erbij. Ja, maar wat knopje dan? Oh, nee, die daar naast dat glas water. Oh. Rechts boven op dat gele knopje, geloof ik. Dus hier links ontstaan de benen van mijn vlucht. Daar waar het vliegtuig toevallig was, naar dat eerste vliegveld in Denemarken. En dan naar een meldpunt bij Schiphol, dat heet Bravo. En dan naar Schiphol zelf. En dan leg ik het ook meteen uit hoe lang dat vliegen is. Dus 3 uur 12 minuten om in dat Lindorp te komen. En dan 2 uur 41 om in Schiphol, of bij Bravo te komen. En dan nog 2 minuten om naar Schiphol zelf te komen. En hij rekent eventueel meteen door hoeveel brandstof je gebruikt, welke koers je moet vliegen, hoeveel nautical mile het is, allemaal van dat soort dingen. Ik heb hier geen internet, maar je kan dit
via zo'n knopje hier. Oh hier. Kan je het weerbericht downloaden, waardoor hij ook de winden weet op het juiste moment. Je kunt je voorstellen dat je opstuurhoeken nodig hebt en met tegenwind duurt het allemaal langer. En het allermooiste is dat er een knopje zit dat heet Optimize Flight Plan, waarbij die helpt om niet door bepaalde militaire gebieden te vliegen bijvoorbeeld. En dan rekent hij de hele route opnieuw door over wat dan een aanbevolen route is. Ik heb wel een lange route genomen. Dus ondertussen, hier rechts staat ook allemaal informatie over de... Dat kan nog niet. Over de frequenties die je nodig hebt. De route is er dan. En dan zal... Ja, je ziet het hier gebeuren. Nou heeft hij een route bedacht met allemaal waypoints onderweg. Die dan aanbevolen wordt voor mij om militaire gebieden te vermijden of andere gebieden. En ik heb mijn laptop die hier nu op de beamer staat ook bij me gehad tijdens het vliegen. Ik had zo'n USB-GPS ontvangertje, waardoor dat vliegtuigje wat daar nu stil staat te staan, gewoon meevloog als een soort moving map. En ik kon op die manier een hele tocht door Europa maken. Spannend is natuurlijk wat gebeurt als je de techniek het laat afweken. Mag dat wel, joh? Mag je zonder kaarten vliegen? Ook weer in een grijs gebied. Dat vind ik dat niet. Dus ik denk dat ik, ja... Dan wordt het natuurlijk zoiets van je moet doen wat veilig is. En de vraag is wie beslist wat veilig is. Er zijn nu iPads te koop waarin alle kaarten van de wereld zeg maar, in passen. Mm-hmm. Terwijl dat vroeger op papier zo'n pak papier was. En alleen al vanwege het gewicht heeft dat ook nadelen. En het up-to-date houden van papier is moeilijker dan het up-to-date houden van een iPad. Bij iPad wordt het niet geloof ik geaccepteerd dat je dat gebruikt als ondersteuning aan het vliegen. Die juristen die zijn altijd een beetje voorzichtig. Ik zeil en dan mag het niet. Wat zeg je? Ik zeil en dan mag het niet. Dan moet je papier in ieder geval? Ja, zeker. Oké. Hoezo? Ik heb nog een keer slecht weer meegemaakt. Ik ga het verhaal over weervoorbereiding even overslaan vanwege de tijd. Want je snapt dat ik voordat ik vertrek het weer moet proberen een mening over te hebben. Van hoe is het zicht, hoe laat wordt het donker, dat soort zaken. En in dit geval ben ik een beetje verrast geraakt door het weer. Waardoor ik geland ben op dit hele kleine vliegveldje wat bij wijze van Uitwijk. Ik was op weg van Griekenland naar Sofia, wat een groot vliegveld is. Sofia is nog niet Schengen. Maar het was zo slecht weer geworden dat ik dacht, het is beter om hier even aan de grond te doen en dan zien we later wel verder. Maar daardoor kreeg ik de hele papiermolen weer op de kast aan het dansen. De douane kwam langs, de inspectie kwam langs, de politie kwam langs. Heb ik weer van alles meegemaakt. Maar het is goed. Een foto uit Sofia zelf. Dit gaat over het voorbereiden van weerberichten. Normaal kan ik dat ook online laten zien, nu niet. Maar er zijn kaartjes op internet te vinden die aan kleurcodes laten zien of het goed weer is in Nederland. En, nog een foto uit Albanië. Het is ook weer een maf land met een communistische achtergrond. Ik ga het puur over vertellen. Ik ben in Albanië opgehaald door deze bus. Dat was ook wel lekker. Er heeft maar één vliegveld in Albanië, namelijk het internationaal vliegveld. En je mag niet lopen van je vliegtuigje naar de aankomst. Dan komt er zo'n bus langs. Stap maar in. Het is overal wel lach hoor, op die grote vliegvelden, want het is gewoon het allerkleinste vliegtuigje wat ze ooit gezien hebben. Die blokken daaronder, die passen ook eigenlijk niet onder mijn wielkap, want het is bedoeld voor grote vliegtuigen. In Albanië vloog ik noord via Kroatië, waar je dan dit soort stoere plaatjes kan fotograferen, naar Hongarije, waar ik al gewezen was op een vliegveldje met een aangebouwd hotel. Het leuke van dat hotel is dat je die vliegtuig eronder parkeert en boven zijn de hotelkamer. Heel eerlijk voor het hotel natuurlijk. Ik ben doorgevlogen naar Stockholm voor die conferentie. Toen kwam ik te gast bij mensen op dit vliegveldje die mij heel veel aan onderhoud gebeurt. Waar ik eigenlijk nog veel meer over zou willen vertellen. Is het fenomeen onderhoud. Ik heb een zelfgebouwd vliegtuig, dat heb ik nog niet zo effectief gezegd. Waardoor er weer allemaal regels niet van toepassing zijn in de veronderstelling dat ik zelf
zorg voor de veiligheid, want ik ga met mijn eigen vliegtuig mee, dus dan doe ik dat vast wel goed. Maar er zijn toch een paar regels, zoals dat ik elke 100 uur de olie moet wisselen en de bougies en dat soort zaken. Dus ik deed dat nooit zelf, maar tijdens deze vlucht was dat een keer noodzakelijk. Toen heb ik hulp gevonden via de mensen op dit vliegveld om dat te laten gebeuren. En daardoor vloog ik weer over een ander vliegveld heen en later kreeg ik de kans om hier mee te vliegen. Hier zie je die oliewisseling. Dus weer een zweet in mijn netwerk die super bulzaam is geweest. Er kwam nog zo'n aerobatic figuur langs. En hier mocht ik mee met deze, nou, volgens mij multimiljonair, hij bezit 5 vliegtuigen, hij kan met zijn Porsche aanrijden. En hij heeft van die scheepswerf in Zuid-Korea, maar het is een Zweed, dus hij vloog af en toe naar Zweden om met zijn hobby bezig te zijn. En dit was een van zijn vliegtuigen. En ik zat er foto's van te maken en hij zei, wil je een stukje mee? Ik zei, dat is goed. Dus toen mocht ik mee en heb ik ook een stukje kunnen vliegen. En toen moest hij nog regelen dat ik weer terugkwam naar mijn eigen vliegveld. Maar dat is ook goed gekomen. Ik vlieg euro 95. Dat ben ik bijna altijd gewoon gaan halen bij normale autobenzinepompen. Dat is eigenlijk altijd een gedoe, want zo'n vliegveld is ver weg van een benzinepomp. Dus dan ging ik een lift vragen of lopen. Maar 4 dingen showen is wel zwaar. Dit voorbeeld kon ik over het hek klimmen in Polo. En met jerrycans vullen. Hij gebruikt ook relatief weinig benzine, met 15 liter kan ik een uur vliegen, dus dat is ongeveer evenveel als een auto. Nog wat mooie landschappen uit Noord-Scandinavië, de meanders, daar ben ik gek om. En voor de mensen die het vak wel kennen, hier zie je mossen in meren groeien op een manier die mij aan vak laat denken. Dus het is een iteratieve proces in de wiskunde, maar hier zie je het natuurlijk. Ik wil me af dat je daar gewoon afneemt. Dit is een huisje, dus je ziet hoe enorm groot het is. Nou, tot slot mijn aankomst bij de Noordkaap, wat hoog op mijn verlanglijst stond. Ik had de hele dag mooie blauwe lucht gehad, 6-7 uur vliegen, maar in de buurt van Noorwegen, waar je ook voor het eerst weer bergen ziet, kwamen de wolken binnenzetten. Dus het werd een knepend beetje. Ik had me voorgenomen om uit te wijken naar dit vliegveld als het weer slechter zou worden. En ik had besloten van laat ik nou eens van tevoren verstandig zijn in plaats van achteraf. Dus ik vroeg hun om toestemming om te landen. Zeiden ze, ben je een helikopter? Zei ik nee. Hij zei, oh nou dat kan het niet, want het vliegveld is dicht. Nog een uur. Dus ik moest dan of een uur hier rondjes gaan lopen draaien. Maar dat was nog een half uur verder naar mijn bestemming. Dus ik dacht, als ik dan gewoon daarheen vlieg om te kijken of ik er toch kan landen. Maar als het niet zo is, dan ga ik weer terug en is het weer mooi voor. Maar dit zijn wel spannende beslissingen, want dan moet je ook wel voor een uur benzine hebben. En dat heb ik ook wel, want ik denk dan een beetje vooruit. Je snapt wel dat het spannend was. En dat de beloning dan des te groter is als je op je uiteindelijke bestemming dit vliegveld ziet. Er waren die dag geloof ik maar 4 vliegtuigen geland hier, Honingsvark bij de Noordkaap. En dan doen ze speciaal even al die lichtjes voor je aan en dan voel je je wel heel welkom. Als je dan uitstapt, frisse lucht. Het was hier opeens 7 graden, terwijl het in Griekenland 35 was geweest. Ja, maar voldoening en de beloning perfect. En nou wil ik eindigen, bijna. Oh ja, dus in Noordkaap is beroemd ook voor cruiseschepen. Hier zijn er 3 tegelijk. Dit is trouwens diezelfde type die in Italië op zijn kant gevallen is. Die gaan allemaal met bussen vanuit die cruiseschepen naar de Noordkaap. En dan een foto maken van dit ding. Het is een beroemde landmark om bussen. Dit is de Noordkaap, hè. Daar is dat landmark en het toeristencentrum. Ik geloof iets van €40 entree. Maar ik ben er gewoon omheen gevlogen. En dan wou ik hiermee eindigen. Dit is een stickertje wat in een vliegtuigje stond. In de Zweedsvliegveld. En dat lijkt me wel een mooi motto voor een verhaal als dit. Dank voor jullie aandacht.